Oh my god, mensen. Vandaag de laatste dag in Mallorca. Dus zeg, ik wil niet naar huis. Goedemorgen, deze morgen. Dames en heren. Hoppa. Nieuwe dag, nieuwe vlog. Dus ja, het is de laatste dag. Maar om er toch nog een leuke dag van maken, straks gaan we ontbijten. Om 11 uur gaan we vertrekken naar Amkei. Dus we zijn altijd naar deze kant geweest en nu gaan we een keer naar deze kant. We gaan dus de taxi pakken, gaan een beetje verder, want naar schijnt zijn er daar grotten of zoiets, weet ik veel. En we gaan dan een keer gaan bezoeken en we gaan het wel zien waar we dan aan uitkomen natuurlijk. Ja, kijk, het gaat spijtig zijn voor de rest aan. Ja, morgen om 6:30 komen ze ons halen hier. Met een taxi dan besteld in. Naar de luchthaven. Om 9 uur vertrekt ons vliegtuig. En normaal rond 12 uur of zo zouden we daar landen. Dus ja, we gaan het wel zien. Ja. Goed, oké. Okay. Allee. Het was leuk. Maar het is nog niet gedaan. Dus, let's have some fun. Gedaan. En nu zijn we klaar om te vertrekken, maar we gaan eerst nog achter wat drank. Dus daar is Totaal en hier is er een supermarktje en hier is veel goedkoper voor drank te kopen, want daar binnen is 2,5 voor een colaatje, voor een blikje en ik denk dat hier 1 euro is ofzo. Dus dik in orde. We zijn toegekomen in Cala Portals Vels, of wat is dat? Dat is dat hier. Zo, dat is hier like een klein paradijsje hier, maar ik denk dat die grotten daar is. Als ik gezien heb op de foto's, was dat ook zo met die ding die daar uitholling daar. Volgens mij is dat dat. Ja, ik weet het niet. Maar, gastjes, hoe kan ik dat weten? We gaan... Met de buurt. Ja, oké. Okay. Nee, aan mij geweest zat, dat is door. Dus dat is niet door langs die rang. Ofwel kun je er langs daar aan, ofwel kunnen we het keer vragen in dat restaurant. Of, ja, we zijn 2 seconden uit die notto, we kunnen nu alles weten. Allee, goed. Want wat vind je? Rustig. Dat is een beetje moeilijk, hè. Ze zijn een beetje op leeftijd. Hè. Ja. Thank you.
You are my queen. Obey me. I will obey you. Het is heel mooi, zoetje. Ja. Kijk hier, hoe mooi dat is. Schoon, hé. Ja. Goed, een zoetje. Ah ja, voilà. Voilà. We hebben hier een paradijsje ontdekt. Hoe noemt hij weer? Portavels? Goed, dat ja, zoiets. Dus we gaan terug gaan. Zo, naar daar. En dan gaan we zo naar de overkant. Gaan we dan een keer gaan wandelen. En een keer gaan kijken wat er daar is. Maar dat is hier wel, denk ik, het goedste dat we gezien hebben van de reis. Maar ja, die Val de Mosa was ook schoon. Maar ja, het is op een andere manier. Hè. Voilà, allee, we gaan een beetje verder. Let's go. Mijn ma en mijn pa zijn al weg. Maar ja, tegen dat zullen daar zijn. En wij zijn al ingehaald. Goed, oké, let's go. Voilà mensen, we zijn hier op een gebiedje hier. Voilà. Super schoon, we kunnen niet veel zien, maar daar is er een naakt strand. Dus daar ga ik zeker niet filmen, want dat mag niet. Maar ik was al aan het kijken, ik zei, die mensen hebben toch geen kleren aan. En een keer zoom ik in met mijn camera voor een keer zelf te kijken. En inderdaad, ze zitten daar allemaal in hun nakkie. Goed, allee, wij gaan hier een beetje verder. Voilà, zie. De bergen zijn gedaan, of de heuvels zijn gedaan. Nu zijn we in het centrum Magaluf. We even moeten een beetje tjollen, like dat ze zijn, voor een taxi te vinden, maar het is allemaal gelukt. Dus nu zijn we in het centrum Magaluf. Dus ja, we gaan hier wel wat eten, want het is ondertussen al 2 uur en we hebben nog niks gegeten. En ja, we gaan kijken wat het hier allemaal is. Hè. Let's go. Voilà, we zijn hier dus nog altijd in, hoe noemt het weer? Magaluf. En hier zijn er vele van die toeristische winkeltjes, souvenirwinkeltjes. En we hebben natuurlijk voor een paar mensen een cadeautje gekocht. Want hier is wel, en voor onszelf ook. En allee, omdat hier wel notabelijk goedkoop was. Dus we hebben eigenlijk de goedkoopste winkel gezocht voor jullie een cadeau te geven. Voor de mensen die een cadeautje kregen. Maar zo zijn we nog. Het einde van de reis, het geld is op. En het is het einde van de reis, het geld is op. Dus ja, daarom moeten we geen geld meer voor cadeaus. Dus moeten we ja, een goedkope oplossing vinden. Hè. Jammer. Maar ja, ja, nog een paar uren en het is gedaan. En dan gaan we slapen en morgen om 6:30 komen ze al achter ons. En dan is het naar huis. Dan hebben we nog een halve dag en tot een dag erachter. Te vieren moet maar weer opstaan. Het gaat weg. Maar we zijn er nog niet. We zijn hier. Ja, dat is dat. Ja, oké. Allee.
Lasgo. Voilà, nog iets nieuws gevonden. We gaan een keer een Ferrero Rocher ijsje proeven. €2,50 was het. Allee, nu ben ik een keer benieuwd. Ah, ja. Met tieren, het valt daar weg. Zeg, kom, het wel oprapen, hè. Want als iedereen zo dat doet, dan gaan we nooit een proper wereld aan, hè. Come on. In de vuilbak. Dat is een flinke meid. Allee, proeft. Lekker? Allee, ja, dat is zo'n bolletje. Oké, proef. Lekker. Oh. Lekker. Ah, kom, kom voor toe. Ik, wat heb ik gedaan? Kun je dat nog een keer herhalen? Je hebt er weer met je vette pol na zitten. Ja, ik heb het wel gehoord, hè? Plakt weer helemaal. Dat plakt. Hij heeft het mijn handen. Hoe anders kan ik het pakken? Aan het stokje? Zo dat er geen chocolade. Maar jongen, toch. Maar echt. Kijk, hé. Wel echt groen. Het is goed dat er hier geen 7000 winkels zijn, want anders wouden mijn ouders al €7000 moesten. En elke winkel dan zal gestopt zijn, een euro verdoen, zijn we €7000 kwijt. Het is zoiets, hè? Ja, het is zoiets. Wacht, elke winkel, maar elke winkel als ik ben. What the fuck? En dan nog een lange straat, hè? Fucking hell. Allee, waar zijn ze nu weer aan het discussiëren? Goh, jongen, jongen, jongen. Oh. En, is het gelukt? Dat is juist de hele tijd in de file gestaan, omdat er een, hoe noem je dat zo'n file? Kettingbotsing. Hoe noem je dat zo'n file? Een kettingfile. Kettingbotsing. Dus we hebben nu heel rap een taxi gevonden. En nu gaan we dus naar Totaal om nog een beetje gaan chillen. En dan om 19:30 gaan we terug gaan eten. Dan zullen we naar de kamer gaan en toen gaan we onze valies maken. Want het is bijna gedaan, maar het is nog niet gedaan. Man, let's go. Voilà, zie mensen. Ondertussen is het avond. Het is ongeveer 22:55 nu. Anouk heeft nog een paella geweest gaan eten ergens. Je kunt de foto's allemaal zien op mijn Instagram, official Pepe Blue. Ja, kijk, voilà, dat was de laatste avond. Ik ga nog iets speciaals doen. Ik heb mijn matras buiten gelegd, want de eerste avond dat we hier waren, heb ik allemaal gezien dat er iemand naast ons ook zijn matras een keer gelegd heeft, omdat het veel te warm was. En het is hier echt wel tamelijk warm. En die airco, dat werkt echt niet goed. Het is een mega goed hotel, echt wel top hotel. Een Blue Bay Hotel hier in San Agustin. Maar twee dingen zijn niet goed. Dat is ten eerste de airco werkt echt niet goed. En ten tweede dat er geen koelkast, geen frigo in de kamer is. Dat is gewoon twee ambetante dingen. Voor de rest is het gewoon perfect. Dus ik heb nu mijn matras daar gelegd en ik ga buiten slapen vanavond. Gelijk een echte. Voilà. Goed. Allee, ik ga de vlog afsluiten. Morgen ga ik ook nog een keer vloggen. Heel ons vertrek en onze aankomst thuis en bla bla bla, weet ik veel. Dus het is nog altijd niet gedaan, hè. De vlogs blijven komen. Allee, salutjes, tot de volgende keer. Bedankt, hè. Yo, yo, yo. Salut.